Wanneer de gasfles leeg is, dan zal vanzelfsprekend de kachel of de boiler stoppen met werken. Wanneer u in die situatie de kachel probeert opnieuw op te starten, dan zal de ketel in een storing schieten. U zult namelijk eerst de gasfles moeten verwisselen. Wanneer u dat eerst doet voordat u de kachel weer opstart, zult u merken dat die het ook meteen weer doet. Als u echter de kachel heeft geprobeerd op te starten met een lege gasfles, dan schiet de boiler unit, kachel unit in een storing. Die moet u dan even op de ketel zelf resetten en ik ga u nu even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Om de boiler te resetten is het handig om eerst even te lokaliseren waar de boiler zich bevindt. Dit is heel eenvoudig door aan de buitenkant te kijken waar het ronde roostertje zich van de uitlaat bevindt. En aan de binnenzijde in de camper bevindt de boiler zich op die hoogte achter het uitlaatroostertje. In dit geval zit de boiler kachel unit onder de zitbank zoals u ziet. Om de boiler te resetten halen we hier het dekseltje aan de bovenkant weg. En ik vind hier naast een paar ledlampjes een schakelaartje. Wanneer de boiler gereset moet worden, zult u een rood lampje zien knipperen. In dat geval, als u de gasfles uiteraard al gewisseld heeft, drukt u het schakelaartje in totdat er een oranje lampje gaat knipperen. Op dat moment dat hij oranje knippert, laat u hem weer los. En dan zal het enkele ogenblikken duren dat de boiler aanslaat en uiteindelijk gaat er een groen lampje aan. En dit is dus noodzakelijk wanneer de boiler geprobeerd is te starten met een lege gasfles.